carrosserieën waren prachtig in die tijd, althans voor de Concours d'Elegance. Die racehuizen zijn ook prachtig, een heel andere stroomlijn natuurlijk en puur functioneel. Maar de boulevard heeft eigenlijk twee functies, flaneren of racen. Ter land, ter zee en in de lucht. Waar we ook gaan, we willen bewegen. Vooruit. En dan toch steeds het verlangen om sneller te gaan. En sinds de uitvinding van de auto eind 19e eeuw loopt die mobiliteit eigenlijk op rolletjes. Hier in het Lauwman Museum is een collectie ondergebracht van ruim 250 antieke en klassieke automobielen. Waaronder deze Ford uit 1936. En veel van deze eerste autofabrikanten hadden koetsenbouwers in dienst. De rijtuigen, dus de paarden en de rijtuigen, daar was geen vraag meer naar. Dus de rijtuigbouwers moesten wat anders gaan doen. En veel rijtuigbouwers zijn toen koetsen gaan bouwen. Waaronder ook Spijker, want die maakte toen de Gouden Koets in het verleden, onder andere. Maar later zijn ze carrosserieën en zelfs hele auto's gaan bouwen. En die auto moest natuurlijk getoond worden aan het publiek, aan de potentiële kopers. Dit gebeurde op Scheveningen, de plek, rondom het Kurhaus en op de boulevard. Een Concours Elegance. Dan liet je eigenlijk de mooiste carrosseriebouwers hun nieuwste creaties zien. Dus vroeger, de welgestelde kochten een rollend chassis. Dus een auto, een chassis met een motor. En die ging daarna naar een koetsenbouwer en die bouwde op maat een koets. Het was absoluut voor de happy few, dus mensen die het zich konden veroorloven, dat waren welgestelden. Want het was kostbaar, het was op maat gemaakt en allemaal met de hand. Dus het was inderdaad voor een paar mensen maar weggelegd. En het is natuurlijk elegant, het is hier laten zien hoe goed je het hebt. Nou, wie kan er nou beter dan dames? Je ziet die prachtige jurken, prachtige creaties. Het was flaneren langs de kust, voor het Kurhaus. Prachtige plek ook. En dan komen we met de oude Ford nog een stukje verder in het verleden. Want op deze plek werd iets meer dan 400 jaar geleden al een vervoermiddel aan het publiek getoond. Ontworpen door de 17e eeuwse natuurkundige en ingenieur Simon Stevin. Ja, dit is een speciale plek, want het is natuurlijk zien en gezien worden, flaneren. Maar we zijn ook vlakbij, misschien wel even de voorlopers van de automobiel. De zeilwagen van Simon Stevin. Waar hij 16-2 mee reed op het strand. En uit zichzelf bewoog het zich voort. Dus automobiel, zichzelf voortbewegen. Dus vele mensen beschouwen dit dus als de voorloper van een automobiel. En net als de Concours Elegance trok de presentatie van de zeilwagen weer veel toeschouwers. Er zijn hele mooie gravures gemaakt van bijvoorbeeld van de eerste tocht uit 1602. En dan zie je een groot gezelschap aan Scheveningers, aan vissers. Aan edellieden zie je rondom de zeilwagen gegroepeerd staan. Ik denk dat het sensationeel was in die tijd. Het was het snelste voertuig wat je kon voorstellen. Je had in die tijd natuurlijk alleen maar paarden en koetsen. En dit gevaarte dat reed met een snelheid van 40 km per uur over het strand. Ze hebben een tocht gemaakt van Scheveningen naar Petten in Noord-Holland. In 2 uur tijd. Dat was ongekend voor die tijd. Op die boulevard werd de snelheid van het rollend chassis gemeten. Dan werd die auto weer meestal opgetuigd als eigenlijk de eerste echte racewagens. De voorloper van de strandrace voor motoren. Behalve dat koetsenbouwers een kunst, een creatie wilden laten zien, waren ook fabrikanten die wilden laten zien wat auto's konden, hoe snel ze konden rijden. En dat was echt pure promotie van het merk. Dus dan heb ik het puur over het rollend chassis. Dus het motor en chassis. Ja, dat had bepaalde eigenschappen, snelheid, aantal pk's. En de elegantie die kwam door de koetsenbouwer. En de aankomende week de ontknoping van de ultieme beweging op het water. De racezeilschepen van de Volvo Ocean Race zullen hier gaan uitmaken wie het snelst om de wereld heeft gevaren. En wellicht wordt het een Nederlands feestje aan zee.